De afgelopen 2 jaar waren heel grillig. Er zijn hele mooie dingen gebeurd die niet waren gebeurd als er geen corona was geweest. Zoals onze optredens met het Metropoolorkest in Carré. Maar ook ons nieuwe album. We hebben een nieuw album gemaakt, Wolfpack. Maar er waren ook heel duistere momenten in de afgelopen 2 jaar. Kijk, een plaat maken is normaal 5 of 10% van wat je met een band doet. De andere 90% zijn gevuld met reizen, optreden, nieuwe mensen ontmoeten. En dat viel allemaal weg. Platen opnemen is hartstikke leuk. Maar als dat het enige is wat je als muzikant kan doen de rest van je leven, dan begon ik me echt af te vragen of ik dat dan wel wil. En dan ga je echt dingen afvragen als: wie ben ik? Waar ben ik in godsnaam mee bezig? En het ergste, vind ik muziek maken nog wel leuk? We wilden gewoon weer koppen voor ons zien. Mensen die lachen, die naar hun zin hebben. En dat zo lang missen, dat was wel echt heel zwaar. Het allermooiste aan muziek maken is samen iets creëren wat groter is dan de som der delen. Daarom gaan we dus nu een nieuw avontuur beginnen. We wilden ook een change of scenery, want we zitten hier zo vaak en al zo lang. We hebben hier al best wel veel platen gemaakt. Dat we dachten, laten we iets nieuws doen. Misschien heel veel mensen uitnodigen, samen dus een plaat live inspelen zonder overdubs. Ik had een lange tijd geleden al de studio Kerwax in Frankrijk voorbij zien komen op Instagram of zo. En toen dacht ik, holy shit, wat is dit? Supergroot, oud pand, helemaal gevuld met echt de waanzinnigste jaren 50, 60 apparatuur die je maar kunt bedenken. En toen dachten we, wijn, kaasjes, stokbrood, zon, let's go. We gaan met 11 muzikanten, dus wij drieën, een bassist, een extra pianist, percussie, 2 zangeressen en 3 blazers. Gaan wij naar Frankrijk, gaan we de 2 weken in een bubbel zitten om de nummers die we hebben geschreven het afgelopen half jaar op te nemen. Als je met z'n drieën speelt is het iets meer goed of fout. En met 10 mensen gaan allemaal dingen fout. Maar al die opeenstapeling van dingetjes, die maken het toch weer heel... Ja, die geven denk ik het heel veel diepte wat we gaan doen. En ik hoop dat we die diepte ook kunnen vastleggen qua sound ook. Als het echt allemaal live is, dan ja, dat moet echt als een feestje klinken uiteindelijk. Ik kan hier nooit weg, dat duurt zo lang altijd. Zoveel shit. Oké, nou dan hebben we hem, hè. Tot morgen. Morgen. Nou, vanaf nu wordt het alleen nog maar makkelijker. Oh, ik hoop het. Hallo. Is het nice? Hij was echt mooi, hoor. Nee. Daar gaan we. De reisdag duurde echt fucking lang. We hebben echt wel van 10 tot 11 gereden, dus dat is 13 uur. Natuurlijk wel over Antwerpen, over Lille, helemaal door naar dat piemeltje in Frankrijk, dat Bretagne heet. Ja, we zijn het ook wel een beetje gewend de laatste tijd. We hebben echt de tour in Duitsland laatst gehad en toen waren we ook sommige dagen 8 uur aan het rijden. Ja, ik moest even uitrekken, maar toen kreeg ik kramp in mijn nek. Toen zijn we ergens gaan eten. In een restaurant met uitzicht op de Mont Saint-Michel. Toen kwamen we daar aan en het was echt zo een deceptie. Alsof je gewoon in Nederland in de polder zat. Het was heel plat en dan in de verte ergens zag je zo'n berg met een torentje erop. Nou, we reden weg en toen belde mijn vrouw, die zat in de andere auto, die belde. If you like me, I'm colada.
In de Sandori. Wat is er dan tot? Hi. Hallo. Hi, mom. Hallo, Nicky. Hi. Hoi. Heb jij de tas met de laptops meegenomen? Nee, ik heb de tas met de laptops niet meegenomen. Die had ik dus laten staan onder de tafel bij het restaurant. Hallo? Ik ben blij dat je bent. Ja, ik ook. Ik ook, anders hadden we heel die plaat kunnen vergeten. Toen zijn we weer moeten omdraaien. En vanaf het moment dat we omdraaiden met de bus, was er echt een super raar geluid onder de bus te horen. Echt een soort van... Zo van grinding. Ik weet niet, iets. Het is hier verkouden is. Ja, een beetje nasaal. Mijn piemel gaat helemaal zo van krimpen. Het is een nasaal busje geworden. Dus wij stoppen, kijken naar of er iets aan de hand was. We konden natuurlijk helemaal niks vinden. We zijn ook allemaal niet zo heel handig met auto's. Of ja, ik probeer het wel een beetje, maar dan kijkt iedereen mij aan. Van, Luca, ga jij eens kijken? En dan hang ik onder die bus en dan denk ik, ja, de enige auto die ik heb is een ding uit 73. Dat werkt zo anders dan een moderne sprinter. Je moet voorzichtig rijden, Nicky. Uiteindelijk zijn we maar gewoon doorgereden en ja, we gaan erachter komen denk ik op de terugweg wat er nou echt aan de hand is. Misschien dat we dan wel stil komen te staan. Ja, we kwamen heel laat aan. Dan zie je nog niet echt hoe het hier is. Ik denk dat we 22:30 s'avonds hier aankwamen. We werden met open armen ontvangen. Sorry. Lukken. Marie, nice to meet you. Nice to meet you. Oh shit, ik wil hier een lekker douchen vanavond. En toen hebben we gewoon nog een lekker lokaal appelsiedertje gedronken en zijn we lekker naar bed gegaan. Hey, cheers. Cheers. Op een fucking vette plaatopname. Dit raam open, het keek ik hier en dacht ik, dit is fucking nice. The Dutch people, I do not like them. En toen ging ik naar het dorpje, super chill, 2 minuten lopen hier vandaan, is een bakkerij. Ik sprak 2 vrouwen aan, ik vroeg mijn beste Frans, savez-vous où est la boulangerie? En toen keek die vrouw me aan en zei ze, oh, the bakery is over there. Ik denk dat het Amerikaans was of zo. Ze hadden me door dat ik niet hier vandaan kom. Merci bien. Thanks. Bye. Hij vroeg gewoon, zijn jullie van de studio? Dan komt hier waarschijnlijk gewoon nooit iemand die niet Frans is. Nee, ook hier. Zo. Oh ja, het moest verrassing zijn. Sorry, verrassing. Oh. Wat een beschaafd smoothie. Ja, wacht. Cheers. Cheers. En Christophe is de grote man achter Kerwax Studios. Ja, als je hier rondloopt, het is echt sowieso alleen het gebouw al. Het complex is echt zo insane groot. Toen kregen we een rondleiding door dit hele gebouw. Toen gingen we dus eindelijk naar binnen en toen was het echt zo fucking... Audio heaven daarbinnen. Niet normaal. Het is echt niet normaal wat daar allemaal staat. Ja, de rondleiding begon dus sowieso in het studio gedeelte. Ontzettend mooie control room met heel veel tape recorders en eigen gemaakte buizen, channel strips, mic preamps. Ja, echt om je vingers bij af te likken. Super mooi. Voor ons een droom. En de live room waar alle apparatuur, alle instrumenten staan. Van een oude Fender Rhodes tot aan oude Selmer versterkers. En er staan 2 fucking mooie vleugels. En echt een arsenaal aan vintage toetsen instrumenten en vintage amps. En ja, je kijkt echt je ogen uit. Maar toen gingen we dus een kamer in. Oh! En daar stond een mellotron, wat zo van super gewild, oud, zeldzaam instrument is. Toen gingen we de trap af naar beneden en dat was een soort opslag van, ja, echt een museum. Are you getting this, Christian? Echt niet normaal, het staat helemaal vol met oude tape recorders en oude opnameapparatuur. Echt zo van dingen die ik alleen in filmpjes van vroeger heb gezien ooit. Dat staat hier allemaal.
En dat gaat echt van oude amps, gitaren tot aan een hele bulk oude kofferplatenspelertjes. En het is allemaal oud. Gewoon niks is nieuwer dan 1980, denk ik. Volgens mij hebben we 2 kelders, 3 verdiepingen vol met oude stoffige audio-apparatuur. En die wilde je ooit nog allemaal opknappen en of tentoonstellen of gaan gebruiken. Er stond ook gewoon een tape recorder, een eensporen tape recorder waar de Beatles op hebben opgenomen toen ze in Frankrijk waren. En allemaal dat soort shit, zo vet. Hij zei zelf al de hele tijd van, ja, als jullie het echt willen zien, dan gaat het heel lang duren. Maar ja, wij zijn erge nerds wat dat betreft en we wilden het ook allemaal zien. Dus ik denk dat we 1,5 uur hier rond hebben gelopen en onze ogen hebben uitgekeken. Christophe is de eigenaar van deze studio. Volgens mij samen met zijn vrouw Marie. Christophe is degene, de engineer. Dus hij bedient alle apparatuur. En hij bepaalt eigenlijk een beetje van, oh, ik ga deze microfoon daar neerzetten. En dat klinkt dan zo. Ja, Christophe die spreekt niet heel goed Engels. Marie is daar wel beter in. Ik zie hem ook de hele tijd kijken naar Marie. Van, komt u die, hoe zeg je dat? Koist. De background vocals. Ik zei net nog tegen iemand, als we van tevoren hadden geweten dat hij zo slecht in Engels was, dan hadden we ons waarschijnlijk veel meer zorgen gemaakt over hoe die communicatie zou moeten gaan verlopen. Echt zo na 3 woorden, dan stokt het al. Dan zegt hij, I don't know. Maar het is nice, hij is echt een supergoeie engineer en hij heeft een supergoeie smaak. I love the high. Vandaag was dus de eerste dag, dus we hebben vooral heel veel moeten soundchecken, alles moeten opbouwen. Christophe moet ook kennis maken met ons, van oh ja, hoe spelen zij, wat voor instrumenten hebben ze nou mee. We hebben een paar takes gespeeld, zodat Christophe alles juist kon inregelen. Het was eigenlijk, toen we echt voor het eerst iets gingen opnemen, wat best wel spannend natuurlijk is. Zo van, oké, alles staat, nu gaan we met z'n allen spelen. Ja, en dan neemt hij het op en dan gaan wij de control room in om terug te luisteren hoe dat dan klinkt, wat hij precies heeft gedaan. En toen dacht ik, ja, nice. Maar een paar kleine tweaks moesten er gebeuren, maar het klonk supergoed. Af en toe even terug naar de control room om te luisteren hoe het klinkt en dan even wat aanwijzingen geven. Normaal is Pablo natuurlijk degene die aan de knoppen staat in onze eigen studio. Dus hij regelt alles in, hij maakt de sounds en die rol valt nu een beetje weg. De laatste paar De Wolf-platen die nemen we dan in onze eigen studio op. En ik ben de hele tijd bezig. Ik ben of aan het spelen, of aan knopjes aan het draaien, of me zorgen aan het maken omdat iets kapot is, of weet ik veel wat. En nu voelde het net als een zeg maar, normale studioervaring waarschijnlijk voor veel mensen. Ik ging gitaar spelen, deed een take, ging weer terugluisteren, moest er iets met de drums gebeuren. Ging me een beetje bemoeien met, oh, misschien iets meer zo en zo. Maar dan ging ik gewoon naar buiten, ging ik gewoon een beetje in het gras chillen. Pablo zei ook, op een gegeven moment ging hij in het gras liggen en zei, oh, ik vind het zo chill dat ik niet hoef te engineeren. Dat die taak gewoon even wegvalt. Dan weet je het. Ah, maar ja, dan ben je er mee bezig. Oep. Wow, plassen. En toch sta ik hier in de keuken voor iedereen te koken. Ik heb geen tijd voor, ik ben een artiest, ik moet voor de microfoon staan, ik moet zingen. Oh shit! Fuck! Zo'n cute eitjes. Dat is wauw. Gezellig hè? Ik zou eigenlijk een jurk aan willen hebben nu. Ja! Geen broek. Fuck broeken man. Mm. Dat is ook maar zo'n idee dat je dat moet. Als je straks de plaat hoort, dan is alles wat je hoort eerst samen in één ruimte tegelijk opgenomen. En dat is zo'n andere manier van spelen. Want ik merk bijvoorbeeld als ik sta te zingen in het couplet, dan speel ik heel weinig gitaar.
je bent veel meer je bewust van wat er belangrijk is op dat moment als je met z'n allen samenspeelt. Dat is magie, dat kun je niet echt uitleggen. Je kunt het ook niet fabriceren, je kunt het ook niet programmeren of wat dan ook met een computer of met een, weet ik veel. We hebben morgen ook de hele dag om één nummer te doen, wat echt een zee van tijd is. Dat is ook wat ik uiteindelijk gewoon wil meenemen als we terug naar huis gaan. Dat gevoel dat je echt die plaat samen hebt gemaakt. En niet stuk voor stuk, laag voor laag, zo'n plaat hebt opgebouwd. Zo'n eerste dag met al die indrukken van hier. En de klank van de live room en alle apparatuur. Ja, het was echt wel een magisch momentje. Nou, die hond, hele lieve hond Helios, ik deed hier de poort open omdat hij terug kwam met de bus. En iemand zei, kijk uit dat de hond niet naar buiten gaat. Maar die wist precies hoe die langs me moest komen. Hij rende vol langs me de straat op. Ik heb denk ik 2 minuten aan een stuk door moeten sprinten om die hond bij te houden. En ik denk, shit, ik heb die poort open gedaan. Dadelijk zijn ze hun hond voor altijd kwijt. Levi die rende achter me aan en die zei, ja, hij heeft een trekker om. Dus Marie die komt met de auto, die gaat die hond wel vinden. We probeerden hem te pakken en toen probeerde hij ons weer langs ons te gaan. En toen rende hij met zijn hoofd tegen een geparkeerde auto. En toen zei Marie van, ja, laat maar, ik doe het zelf wel. Want die hond kent jullie niet. Eigenlijk gaat hij gekke dingen doen. Eigenlijk bijt hij ons of zo. Maar uiteindelijk is hij terecht en blijkbaar doet hij dit vaker. Oh man, ik had ochtend yoga gedaan en een beetje een ochtendworkout. Maar dit was flinke cardio erbij. Voor mij is dit gewoon vrienden. Dus zij zijn natuurlijk de wolf, dus ik snap wel wie ze zijn of zo. Maar ik vind wat zij live doen, vind ik gewoon echt heel erg sick. Ik weet niet, ik ken geen band die eigenlijk zo die energie heeft. En ik heb ze veel gezien en zij beweren misschien dat dat niet zo is, maar ik heb ze nog nooit een slechte show zien doen. Dus ik vind dat is wel speciaal van ze. Die jongens ziet spoken. Het is best wel een vast concept. Dus het concept is dat je dus alles live speelt en je doet geen overdubs. Vandaar dat er dus zoveel muzikanten mee zijn. Dit kan tegen je werken. En dat gaat natuurlijk uiteindelijk om het resultaat. En dan heb je dus best wel een vast tramien. Zo van, oké, op deze manier doen we het en we wijken er niet vanaf. Maar je weet wel, het gaat ook om het resultaat. Dus ik ben heel erg benieuwd aan het einde van de rit wat het is wat er is opgenomen. En Robin die zei het wel even leuk, die verwoordde het wel leuk tijdens de repetitie. Zo van, ja, het concept moet niet belangrijker zijn dan het resultaat. Dus ik ben benieuwd. Want nu zijn we nog maar met z'n 5 aan het spelen. Straks zijn er 6 mensen bij. Dus meer dan de helft erbij. Ik ben gewoon benieuwd. En ook qua hoe het werkt in de ruimte. Hey, Mr. Garbage Man. This might sound strange, I understand. Mr. Garbage Man, I have a special request. If it ain't much to add. You seem alive in a gutter. So broken woman found another. Now my body's just an empty shell. So why don't you pick it up and put it in your garbage truck? No, 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 no. All of me is worthless. So don't you waste your time. Hey, Mr. Garbage Man, can't you hear me calling? Dump this body 'cause it ain't no.
Wat ik wel heel erg belangrijk vind om op deze plaat vast te leggen, is zo van het plezier van het muziek maken, maar ook van het leven überhaupt of zo. Want ik heb zelf de laatste paar jaren waren voor mij echt, nu achteraf als ik erop terugkijk, echt gevuld met werken. Dus ik was alleen maar zo van absorbed door muziek maken. En dat is mijn werk en dat is echt de mooiste baan die er is. Maar op een gegeven moment verdwijnt een beetje de mystiek wel zo. Ik was op een gegeven moment zelfs muziek aan het luisteren en op een manier van alsof ik het was aan het engineeren of zo. En dan zo, oh, dit klinkt wel een beetje zo. Oh, dit zal wel zo en zo zijn opgenomen. En toen, op een gegeven moment was ik daar zo, schrok ik daar echt van. En dacht ik, wow, dit is helemaal niet hoe ik met muziek bezig wil zijn. Dat is de Mitchell. Nee, niet meer zekeren met die benen achter. Ik voel hem. Als een golf, jongens, als een golf, denk als het water. Vrijdagavond inderdaad kwam de rest van de crew aan. En het was leuk om een soort van dat groepje mensen uit de bus te zien rollen. Want wij hebben hun een soort van samen gepropt in een busje. Zonder dat we daar zelf bij waren. Maar ja, ze kenden elkaar wel via of zo. En wel eens een show samen gedaan. Maar drie blazers, twee zangeressen, percussie en een kok in een bus. Nou, het is helemaal goed gegaan. En volgens mij hebben zij ook lekker een soort van geband. Oké, de hond die ontsnapt. Dus de poort moet altijd dicht. Ja. Wij zijn de blaassectie, dus trompet, saxofoon en trombone. Wij arrangeren samen, dat is heel leuk. Wij doen dat zeg maar met de band mondeling, met een microfoon. Een soort van wat zij in hun hoofd horen, dat spreken we gewoon of zingen we gewoon in. En op basis daarvan maken we arrangementen voor de blazers. Ja. Het is heel belangrijk bij blazers dat wij inspelen met z'n drieën. Dat wij heel erg connected zijn als sectie. Dat is heel belangrijk voor de sound en voor de vibe. Dus ja, wij gaan sowieso elke dag de stukken checken. En ook met de band checken van, hey, is dit iets wat jullie in gedachten hadden? Ja, het is gewoon werken wat dat betreft. Gewoon hard werken, maar heel leuk. Ja, dus die eerste dagen met z'n allen hier verliep ook heel soepel. Het is even zoeken voor Christophe en voor ons van oké, welke plek heeft iedereen in het proces en in de mix. Ineens komen er dus meer mensen in de studio, dus je hebt te maken met veel meer overspraak. Wat betekent dat de drums, die kan in de zangmicrofoons van de achtergrondzangeressen terechtkomen. Iedereen moet zichzelf ook gewoon goed kunnen horen, dus het is praktisch, technisch gezien ook een beetje een moeilijk verhaal, logistiek, van hoe sluit je alles aan, dat iedereen op zijn koptelefoon net iets anders hoort. Dus dat duurt even voordat het dan opgebouwd is. En Christophe is dan
heel hard aan het werken en iedereen is gewoon een beetje aan het spelen. En dat lijkt me heel, heel vermoeiend voor Christophe. Ja. It's too much. Ja. Yeah. Too much. Wij spreken echt geen woord Frans. Ja, lastig, want je wilt gewoon even iets duidelijk maken en het lukt je gewoon niet. Of hij wil even iets duidelijk maken, maar hij komt niet uit zijn woorden. Wat er bijvoorbeeld gebeurt is dat wij horen dat Luca's zang overstuurd klinkt. Heel erg vervormd, zo. Dus wij zeggen dan, hey Christophe, de zang van Luca klinkt overstuurd. En zijn reactie is dan, yes. En dan weten wij dus niet zo goed of dat betekent, ja, dat ga ik fixen, want het is inderdaad niet oké. Of dat hij bedoelt, ja, cool toch? Het is alleen maar, yes. En dan verder komt er ook niet heel veel meer Engels bij hem eruit. Nice! Ik denk dat hij het best wel intens vond om ons hier te hebben. En hij wist ook niet helemaal precies wat hij moest verwachten. Toen gingen we muziek maken en toen was het echt een beetje aftasten wel. Dat we echt ook een paar keer vroegen van, hey, wat vind jij er nou van, Christophe? En dan zei hij van, yes, I like it. Maar dan voel je jezelf ook al van, ah ja, hij zegt het nu. Misschien wel gewoon omdat we dit vragen. Ik heb hem op een gegeven moment gewoon letterlijk gevraagd, omdat ik dat zelf ook nodig had, van, wat vind je ervan? Wat vind je van de muziek? Wat vind je van de nummers? En hij zei, it's a it. Hij zei, wat bedoel je? It's a hit. En hij bedoelde dus, it's a hit. En Mario en Frans spreken de H dus niet uit. Ja, maar ik moest het echt, hij zal dat zelf niet uit zichzelf zeggen, maar hij vindt het wel dus helemaal te gek blijkbaar. Ja, ik ben echt van die gast gaan houden. Hij is echt zo'n lieve man. En hij heeft zoveel liefde en zoveel kunde, stopt hij in wat hij doet hier. En je hoort, ja, je hoort die liefde echt terug in hoe het klinkt. We weten ook een beetje van, als we zeggen van, ah, de drums klinken een beetje zo en zo. Dan zegt hij, you mean this? En dan doet hij iets en zo, oh ja, ja, nee, dat ja, inderdaad. En dan denken we ook weer van, oké, fuck, komt gewoon goed. Het is gewoon nice. Ik zat bij Luca in de klas op het conservatorium en toen hebben ze op een gegeven moment mij gevraagd om dit te gaan doen. En toen kwam jij er eigenlijk al heel snel bij. Ja, jij vroeg mij eigenlijk, dus ik zei ja. Here we are. Die jongens zijn zo intuïtief creatief, zou ik het willen noemen. Ik heb nog nooit zo vaak moeten switchen van toonsoort. Nee. Ook ritmisch, dat we gewoon in andere maten spelen. Dus het heeft me altijd heel erg uitgedaagd om alles gewoon goed in te studeren. Dat ik dacht, hier zit ik goed. En dan moest hij toch voorgetrokken zijn. Of moet het toch weer ergens anders naartoe gaan. Ja, en ze zijn live wel echt, ja, halen ze altijd alles eruit. En daardoor ben jij ook... Je gaat gewoon met hun energie mee. Dat is gewoon iedere keer weer. Ja, dat is super vet. Die boys zijn... het is zo'n warme band. Familie. Het voelt echt als een familie. Het is echt heel leuk om deel van uit te maken. En ik ben er ook wel echt heel trots op. Ik ook. Yeah.
Mag ik niet? Ja, heel fijn. Lekker dude. Lekker man. Tell me, Rosita, would you believe my words if I told you it was always you? Ja, de sfeer hier is echt één grote bubbel. Om maar een voorbeeld te geven, ik ben sinds we hier zijn nog niet uit dit complex geweest, uit deze tuin. Het is gewoon omdat er gebeurt zoveel. Tegelijkertijd is er echt heerlijk eten. Dus dat is elke avond ook weer helemaal tot in de puntjes verzorgd. En het is echt een soort zevende hemel hier. Het is ook hoe we het voor ogen hadden. En dat vind ik wel mooi. Dingen, do what you like. Use your head. Night train. Nice, I like it. Wat vet is aan het met zoveel man zo'n nummer inspelen of zo'n plaat inspelen, is dat je meteen een compleet beeld hebt van hoe zijn de nummers. En daardoor is er ook ruimte voor een eventueel foutje of een flaw of zo, want dat is juist wat die muziek levendig maakt en menselijk en het hoort er gewoon bij. En dan sta je hier met z'n allen, met 11 man in de ruimte te springen uiteindelijk, als het tot die climax komt. Oh, Kittel, dit is fucking erg! Ga maar door. Je bent ongemakkelijk. Kamate, kamate, kora, kora, kamate, kamate, kora, kora. Ik liet op een gegeven moment op Google Maps zien hoe dit dorpje eruit zag. En ik zag begraafplaats staan en op Google Maps zag ik dat en het zag er super freaky uit. En ik liet het Pablo zien en hij zei, daar wil ik 's nachts naartoe. Oh, laten we daar naartoe gaan lopen met z'n allen. Toen zijn we met een hele groep daar naartoe gelopen. En toen, ja, we waren met een hele groep, dus dat was helemaal niet eng of zo. Het was gewoon, kijk deze kerk. Wow. Oh, iedereen is weg, zie je dat? Iedereen is weg. It's just you and me. Ik denk dat we elkaar moeten opeten om in leven te blijven. Ik heb nog geen honger, maar laten we alvast gewoon beginnen. Vous avez du lait? Parti pour comporico. Vous avez du lait? Lait? Proef even. Ah, pas de lait. Pas de lait. Dat is wel een mooie avond. Dat heb ik niet willen missen. Oei, ga weg.
Bon appétit. La belle France. Yeah, it's all right. Thank you. In lockdown, afgelopen 2 jaar, waren we op een gegeven moment zo bezig met het nadenken over shows. En toen dacht ik tegelijkertijd aan van, als we straks weer een show gaan doen, hoe zou ik dan willen, ideaal gezien, dat eruit ziet? Wat zou ik dan willen spelen? En toen ging ik een beetje aan de haal met die ideetjes die ik had. En dacht ik, zou het niet vet zijn om eens of een lange medley te maken? Een beetje zoals die oude rock'n'roll guys als Little Richard, als zijn show speelde in de 50s of 60s. Dan was het gewoon één show van 30 minuten of zo. Gewoon en één stuk door. En toen dacht ik, zoiets maken lijkt me fucking vet. Gewoon eigenlijk 8 nummers of zo aan elkaar vast. En dan wil ik ook meteen dat het mij of de luisteraar meeneemt naar een soort van andere dimensie, een soort van muziekdimensie. Ja, het heeft al even tijd gekost om het te shapen totdat het tot de vorm hoe het uiteindelijk is. We zijn meteen vanaf het eerste moment zijn we demos gaan maken. Op een gegeven moment klopte de vorm niet voor ons gevoel. En toen zijn we gaan schuiven in de vorm en hebben we allemaal shit toegevoegd en dingen weggehaald. En dat is uiteindelijk dus de demo geworden die we naar iedereen hebben rondgestuurd. Deze 16 minuten is alles wat je wil horen en voelen als je een The Wolf Show ziet. Dat is de medley. Nou Christophe, kom maar. Druk maar op record. Op de tweede dag dat we hier met z'n allen waren, toen merkten we dat als we terugluisteren dat het geluid af en toe wegviel van de tape recorder. Er waren 2 dingen. De tape recorder was stuk en dan zat iets in de mengtafel of in een bepaald kanaal van de mengtafel waardoor dus constant een volumedip zat tijdens het afluisteren. Dus dan hadden wij hier de take gespeeld van Night Train of een van de andere nummers die we hebben gedaan. En dan gingen we terugluisteren met z'n allen en het begon fucking cool, heel powerful en na een minuut of zo zakte het volume opeens heel laag. En hij heeft de ochtend van dat we de medley gingen opnemen, heeft hij zijn technicus die hier alles onderhoudt, heeft hij hier naartoe laten komen. En de ochtend van de medley hebben zij het proberen te repareren, want het moest sowieso gerepareerd worden. Het probleem was gewoon niet te zo van pinpointen wat het nou precies was. Ze hebben van een tweede tape recorder die bijna identiek is, hebben ze onderdelen in die eerste gezet en dat werkte allemaal niet. Het is net een auto, weet je wel. Zo van, iets gaat kapot, ja, dan gaan ze dingen repareren en dan, dit is het ook niet. Oké, nou, volgende. Etcetera, etcetera. En op een gegeven moment duurde het heel lang. Uiteindelijk denk ik dat we rond een uur of 8 in de avond pas konden beginnen met echt het fatsoenlijk spelen van Rosita, wat dus de medley is van 16 of 17 minuten. Vive la France! Fraternité! Op 1 tape was 30 minuten muziek, of ja, 32 minuten. Onze medley duurt 16 minuten, dus om te voorkomen dat we net dat we er eentje doen en dan denken, laten we nog 1 doen. En dat dan op het einde de tape op is en dan stopt de opname dus gewoon. Om dat te voorkomen gaat Christophe dus nu extra tape achter de tape aanplakken. En dan hebben we misschien 34 minuten tape. En dan kunnen we 2 keer de medley achter elkaar opnemen. Dan hoeft hij niet elke medley op een nieuwe tape te zetten. Is it nice? Ik denk dat het meant to be was. Want ik ben in de ochtend niet echt super goed qua zingen en zo. Ik moet altijd een beetje wakker worden. En nu begonnen we dus om 6 uur of zo. En dacht ik, ik zat er echt helemaal in, weet je wel. En volgens mij iedereen. En die eerste take was echt magisch. Want iedereen stond hier zo van te kijken. En we waren die take doen en het voelde echt zo, yes, wat! Eerste take was best wel zo van sick.
En toen ging ik hem terugluisteren. Toen hebben we er nog een paar gedaan. Uiteindelijk de derde is de take. We speelden. En halverwege de take kreeg ik een soort van kippenvel. En ik dacht, holy shit, dit is echt best wel bijzonder. We zijn hier een 16,5 minuut durende medley aan het rocken. Ja, ik was echt zo vervuld van blijdschap. Ik werd echt fucking emotioneel. Want voor mij, en ja, volgens mij voor Robin en Luca ook, het is echt het allervetste wat we ooit hebben opgenomen. Ik werd er ook echt best wel emotioneel van, dat nummer. Ja, ik heb nu weer kippenvel. Het is echt super bijzonder. Ik denk dat echt een van de allerbelangrijkste en ondergewaardeerde aspecten van muziek opnemen is gewoon een goede vibe. Die medley die we vandaag hebben opgenomen had er niet zo opgestaan als er een gespannen kut vibe was geweest. Het is echt het resultaat van lekker eten. Het fijn hebben met z'n allen. Ik voelde ook heel veel liefde. We zijn hier met z'n allen. En ja, ik weet niet. Het is gewoon super bijzonder wat we hier hebben gedaan. En ja, dat zal ik voor altijd bij me dragen. Ja, dat is natuurlijk. Alright, my boy!